Soms zie je foto's van gebouwen en dan lijkt het alsof ze in elkaar storten. Ook deze. Aan de onderkant is hij een stuk breder dan bovenaan. En hoe komt dat? Nou, er is gefotografeerd met behoorlijk veel groothoek en de camera is omhoog gericht. En een van de rare eigenschappen is dan dat gebouwen aan de bovenkant smaller worden. Hoe is dat te voorkomen? Nou, je kunt meer afstand nemen en met meer millimeters werken. Je kunt een specialistische tilt-shift lens gebruiken. En soms heb je die mogelijkheden gewoon niet en krijg je een foto als deze. Gelukkig is het naderhand in Photoshop wel weer makkelijk te corrigeren. Er zijn verschillende manieren, en ik laat eerst even de allereenvoudigste zien. Je drukt op Ctrl J om de laag te dupliceren, en dat doen we omdat je dan altijd terug kunt naar de oorspronkelijke laag. En dan zit er hier bij Filter het lenscorrectie gebeuren. Nou, dan kun je hier op Aangepast klikken, en dan heb je hier Transformatie waarbij je eventueel dingen aan kunt passen, en je ziet al. Dat er het een en het ander verandert. Nou, er staat een raster op, zodat je makkelijk uh, rechte lijnen kunt bepalen. En je ziet dat het hier aan de linkerkant niet gelijk is met de rechter. Nou, eventueel heb je dan nog horizontaal perspectief, waar je een beetje mee kunt vogelen of schalen. En eventueel nog een draaiing kunt bepalen. Nou, heel grappig, uh, zoals je al in de gaten hebt, is dit niet de manier die ik je wil laten zien. Want deze werkt eigenlijk niet zo nauwkeurig. Ik klik op annuleren. Wat wel werkt is de functie perspectief. En die vind je hierbij bewerken. Transformatie en perspectief. Nou, je ziet dat er zes hoekjes om je foto komen en aan die hoekjes kun je gaan trekken. En als je nu bijvoorbeeld rechtsboven aan het hoekje trekt en je trekt dat hoekje naar buiten, dan gaat de hele hoek van de foto mee naar buiten. En omdat het perspectief is, gaat tegelijkertijd de hoek aan de linkerkant ook mee naar buiten. Kijk, zie je wat ik bedoel? Beide puntjes gaan naar buiten en het gebouw komt al een heel stuk rechter te staan. Eventueel zou je nog een hulplijntje kunnen trekken op de dingen die je echt recht wil hebben. En je ziet dat uh, rechts staat hij mooi recht, links doet hij dat niet. Nou, hoe komt dat? Omdat ik niet helemaal lekker voor het gebouw stond. De optische eigenschappen laten het gewoon niet toe. Maar ik kan het natuurlijk ook wel weer handmatig corrigeren. Ook deze bewerking ga ik even annuleren. En dat doe ik hierboven door op het rondje te klikken. En je ziet dat ik weer terug ga. Goed. Op zich was de optie perspectief niet verkeerd. Je wil alleen niet dat beide kanten tegelijkertijd bewegen. Maar je wil dat één kant beweegt en dat de andere eigenlijk stil blijft staan. Zodat je ze apart kunt bewerken. Nou, je had bij. Transformatie, ook nog één optie daarboven staan: vrije transformatie. Als je die aanklikt, wederom die zes puntjes eromheen. Maar nu heb je nog wat extra opties. Want zou je nu met rechts in de foto klikken, dan zie je daar ook de optie perspectief staan, maar ook de optie schuin trekken. Nou, ik ga eerst gewoon mijn perspectief een aardig eind de richting uit die ik moet zijn. En nu ga ik hier achter dit kleine stukje recht zetten en dat doe ik dan met schuin trekken. Nou, trek ik nu aan dit puntje dan trek ik alleen die kant uit en het puntje aan de andere kant, dat blijft staan. Omdat ik dus de hele foto aan de linkerkant een klein beetje uittrek, gaat ook de verticale lijn aan de rechterkant een heel klein beetje mee. Dus eigenlijk moet je altijd nog een heel klein beetje compenseren. En zo staat hij een heel stuk rechter. Nou, druk ik op Enter of bovenin op het vinkje en Photoshop gaat aan de slag. Als ik nu de laag uitzet, dan zie je wat de verschillen zijn. Dit is een gebouw wat schuin staat, maar toch wel enigszins hoog is. Dit is een gebouw wat recht staat en wat een stuk breder overkomt dan dat het eigenlijk is. Want het gebouw is veel hoger. Maar omdat we het uittrekken, krijgen we de illusie dat het lager wordt. Nou, ik ga nog een keer naar bewerken. Een vrije transformatie. En het enige wat ik doe, ik pak gewoon het middelste punt en ik trek het een stuk naar boven. En ik krijg weer gewoon een mooi gebouw. Als ik weer op enter druk. Dan ga ik weer uit het filter. En zo heb ik een gebouw wat en recht staat en uh, qua, qua idee, qua vorm overeind blijft.